Dank u voor uw enthousiaste applaus. We zijn blij dat u genoten van de voorstelling, blijkbaar. Ja, ik moet al afwachten als iedereen 2,5 uur achter elkaar aanholt. Gedreven door hormonen of pure liefde, of een combinatie van beiden. Dan wil ik bekijken. Maar goed, wij willen even uw aandacht nog vragen voor iets serieuzers. Soms dan vindt er een ramp plaats die zo groot is dat het enkele dagen duurt voordat we überhaupt doorhebben wat de omvang ervan is. Ik heb het natuurlijk over de aardbeving die Haiti getroffen heeft. Een land dat toch al tot de armste van het westelijk halfrond behoorde. En waar nu letterlijk geen huis meer overeind staat. Waar mensen op straat geopereerd moeten worden omdat de ziekenhuizen zijn ingestort. Waar gebrek is aan alles. Voedsel, medicamenten, water, alles. Waar duizenden mensen zijn vermist of zijn gestorven. En waar soms nog een klein sprankje hoop is als er na 5 of 6 dagen iemand levend op de pijn vandaan wordt gehaald. Gisteren nog een baby van 22 dagen en een peuter van 3. Maar dat sprankje hoop wordt met een minuut kleiner dat de kans dat mensen uit levend worden gevonden. En daarom is het aan de wereld, aan ons, om dat sprankje hoop levend te houden. En dat gebeurt door veel hulp te bieden. Ook in Nederland is er morgen een nationale tv-actie, of er ongetwijfeld over gehoord. En wij van Alpha Kappa Alpha ondersteunen die actie natuurlijk van harte. En wij gaan dat doen door middel van, en u voelt het vast al aankomen, dat is een lange inleiding, we gaan collecteren. U zag een paar castleden weglopen, die staan nu zo bij de uitgang op te wachten. Ja. Klinkt een stuk dreigender dan het is. Ja, je kunt ze gewoon even wat vragen, je kunt even aan ze zitten. Het kost wel iets meer. Maar want waar het natuurlijk om gaat is dat u geld doneert voor Giro 555. Om zo samen met de hele wereld het sprankje hoop levend te houden. En de mensen naar Haiti te helpen met de wederopbouw. En eigenlijk op dit moment met pure noodhulp, water, voedsel, medicijnen, alles. Rest me verder niks om u te danken voor uw aandacht en u een veilige huiswaarts te wensen. Dank u wel.